Oorlogen, aanslagen, milieuproblemen, ziekten die mensen meedogenloos verzwakken. En dat was nog maar het topje van de ijsberg van alle problemen die we hebben. Echter zetten we met z'n allen in op één oplossing. En dat is technologie. We proberen er oorlogen en aanslagen mee te verijdelen. We proberen de milieuproblemen te doen verdwijnen als sneeuw voor de zon. En we proberen ons resistent te maken tegen de meest dodelijke ziekten. Echter vergeten we één cruciaal detail. Het is nooit onze technologie geweest. Want met die technologie lijkt het mogelijk te zijn een toekomst neer te zetten waar wij zorgeloos in op kunnen groeien. En onze kinderen ook. Maar dat is niet meer mogelijk, want de toekomstige technologische macht is niet meer in onze handen. Dat is slechts geleend aan ons door Google. De toekomstige technologische macht is in handen van Google. Google, je weet wel, die vrolijke zoekmachine met de Google Doodles. Kleurrijk, daar is toch niks mis mee. Dat is ook het bedrijf waar we al onze informatie vandaan halen. Waar we alles over te weten komen wat we van onze wereld moeten weten. Maar helaas is dat ook het bedrijf dat constant weet waar we zijn. Dat weet van welk ras we komen. Dat zelfs weet wat onze seksuele voorkeur is en wat wij gisteren in dat berichtje naar onze grootmoeder hebben gestuurd. Moeten we al die macht wel aan één bedrijf geven? Een bedrijf dat zelfs resultaten van politieke partijen bevooroordeelt als ze het ermee eens zijn? Is dat wat we moeten doen? Ik denk het niet. En Google is niet de enige. Je hebt Instagram, Amazon, Facebook, Snapchat, allerlei bedrijven die misbruik maken van de jeugd door ze te manipuleren en verslaafd te maken. 1 op de 6 jongeren zegt zelf verslaafd te zijn. 25% besteedt 3 tot 5 uur aan social media. En dat is niet volledig hun schuld. Want die bedrijven maken actief misbruik van ze door manipulatietechnieken te gebruiken die ontwikkeld zijn door de meest intelligente psychologen. Wij kunnen die macht niet aan al deze bedrijven overlaten. Dat kan gewoon niet. En onze overheid gaat ons niet helpen. Die kan dat soort bedrijven niet in toom houden. Daar hebben ze gewoon simpelweg de macht niet meer voor. Er is maar 1 oplossing over. En dat is stoppen. Allemaal. Tegelijk. Nu. Zelf.